nieuwe aflevering van Corona Talks. Vandaag de gast is Heijmen Visser. Heijmen, je bent fundmanager bij Primevest Capital Partners. En dat klopt, hè? Dat klopt helemaal. Welkom. Zeg Heijmen, leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Allereerst even mee te beginnen. Ja, goed. Helemaal uitgerust teruggekomen van een heerlijke vakantie in Frankrijk. Het was natuurlijk allemaal een beetje spannend of dat allemaal zou doorgaan. En of we met z'n allen wel weer in staat zijn om te gaan reizen door Europa heen. Maar volgens nog dat deel van Frankrijk waar ik ben geweest is allemaal corona, althans nagenoeg coronavrij. Nou, dat was een mooie combinatie van ontspanning en ook inspanning. Want ik heb nog enigszins spierpijn in de benen van de beklimming van de Tour Malais. Okay, die ik uit vorige week gedaan heb. Dus ik heb weer een mooie beklimming met de racefiets op mijn lijstje staan. Je dacht, als de Tour de France niet naar mij komt, dan ga ik naar de Tour de France. precies. Ja, of ik dacht, ik ben ze net voor. Dat kan ook nog. Ja. Maar geen mondkapjesplicht? Nee, wat ik, tenminste in dat deel, wij zaten net ten oosten van Toulouse, is eigenlijk een heel landelijk gebied. We zaten daar in een huis op 400 meter afstand lag van het eerstvolgende huis daar in de buurt. Oh ja, lekker rustig. Ja, het enige waar je het aan merkt is dat je, als je de supermarkt in wil in Frankrijk, moet je bij de Leclerc of bij de Intermarché moet je een mondkapje op doen. Ja. Maar dat is ook eigenlijk het enige wat ik ervan gemerkt heb. Heel bizar eigenlijk die verschillen, hè? Dat dus in Duitsland, Frankrijk wel is en hier bij ons niet. Ja. Apart. Maar goed. Ja, het zijn beleidskeuzes, hè. Er gebeuren wel meer besluiten die genomen worden die soms niet helemaal uitlegbaar zijn. Ook in Nederland. Ja. Vind ik interessant. Hoe heb jij deze coronacrisis ervaren de afgelopen maanden? Dat klinkt misschien heel gek, maar ik heb het op zich niet zo heel erg afwijkend ervaren. Als je het afzet ten opzichte van manier waarop ik al werkte. Privé was natuurlijk wel heel anders. Wij hebben 3 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12, inmiddels 13 jaar. Waarvan er dus 2 op de basisschool zitten en eentje op de middelbare school. Ja, en dat was natuurlijk wel heel bizar vanaf maart dat je de kinderen in één keer gewoon thuis hebt. Thuis onderwijs moet geven, althans thuis begeleiding moet geven met het onderwijs. Ja. Ik moet zeggen dat we wel direct een heel strak schema hebben ingericht, mijn vrouw en ik. Wat uiteindelijk wel een beetje neerkwam, dat voornamelijk op mij aankwam. Want mijn vrouw werkte in het ziekenhuis. Wat natuurlijk ook heel spannend voor haar was, hè? Ja. Met die hele coronacrisis. Ook op een afdeling coronapatiënten of elders in het ziekenhuis? Nee. Ze werkt op de afdeling gynaecologie in Den Haag in het ziekenhuis. Maar jij krijgt natuurlijk wel te maken met natuurlijk heel veel patiënten die binnenkomen, ook met klachten. En waar wij natuurlijk om de zoveel tijd met patiënten natuurlijk ook weer in vol ornaat je hele pak moest aantrekken. Ja. Om die patiënten dan te behandelen. Maar ze werkte niet direct op de IC, gelukkig niet. Wel 3 kinderen thuis die op 3 plekken op hun kamertjes allemaal hun huiswerk moesten doen. En dat is. De ene dag ging dat heel goed. En de andere dag ging dat iets minder. Was het goed te combineren met jouw werk? Want je hebt veel vanuit huis dan gedaan, neem ik aan. Ja, maar wat ik al zei. Kijk, ik heb in het verleden lang voor een telecombedrijf gewerkt. Met een mooi groen logo. KPN. En daar hebben wij al. Het nieuwe werken is daar eigenlijk 10 jaar geleden al geïntroduceerd. En het nieuwe werken hield daar ook al in eigenlijk. Besparen op vierkante meters kantoorruimte. Door middel van het naar huis sturen van mensen die maar gewoon thuis hun werk moesten doen. Dus ik was al heel erg gewend aan thuiswerken. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren ook doorgezet. En dus ook bij Primevest. Dus het thuiswerken en met alle IT en ICT-middelen die je daarvoor nodig hebt. Ja, dat is bij ons ook heel strak geregeld. Dus, en dat ging prima. Ja, dus dat op zich goed. En dan was je er goed op voorbereid. En ook bij Primevest, hoe gaat het bij jullie? Welke impact heeft corona op jullie business? Op wat jullie doen? Nou ja, kijk, wij zitten natuurlijk in een aantal verschillende investeringsklasses waarin wij investeren. Dus wij zitten enerzijds in vastgoed, we zitten in parkeergarages, we zitten in communicatie-infrastructuur. Hè, dus voornamelijk de uitrol van glasvezel bijvoorbeeld. Oh ja. En de tak van sport Smart City, waar we 2 jaar geleden mee gestart zijn, waar ik de car in trek. Ja. Wat je ziet op het gebied van glasvezel, is natuurlijk die hele coronacrisis, is koren op de molen, op de uitrol van dit soort projecten. Want er wordt natuurlijk steeds nadrukkelijker hoe belangrijk het is dat thuiswerken door middel van een goede internetverbinding
dat dat dan goed gefaciliteerd moet worden. Ja. Nou, er zijn nog steeds ruim 5 miljoen huishoudens in Nederland die geen glasvezelaansluiting hebben, laat staan in Duitsland, waarin we ook investeren. Ja. Maar glasvezeluitrol, ja, dat staat vol in de picture. En daar hebben wij het ontzettend druk in. Ja. Parkeergarages is natuurlijk een andere tak. Ik bedoel, ja, als de binnenstad de winkel sluit en dus mensen minder naar de binnenstad toe komen om te shoppen, ja, dan staan die parkeergarages natuurlijk ook voor de helft leeg. Ja, en krijgen we discussies met onze huurders van onze parkeergarages, dus de Q-parks, de interparkings, et cetera. Dus daar zie je wel impact. Ja. Ja. En dat is zich gelukkig wel weer wat aan het normaliseren nu. Ja, want je ziet ook als je naar buiten kijkt natuurlijk dat, dat nou, het normale leven weer op gang is gekomen. Het is ook wel tekenend volgens mij voor deze coronacrisis dat het de ene sector eigenlijk juist vooruit duwt en de andere sector enorm hard raakt. Hè? Het is heel schizofreen af en toe. Ja, ja, het is, ja, laten we zeggen, de eerlijkheidsfactor zit er niet echt in. Het is nee, extreem diffuus waar de druk ligt, ja. Ja, ja, maar goed, wat je wel ziet, althans dat merken wij ook in onze als uitgeverij, dat wij zijn ook hard aan het digitaliseren. En juist, zeg maar, die digitaliseringsslag gaat nu nog harder door corona. Juist omdat iedereen achter zijn laptopje zit, heel erg behoefte heeft aan digitale informatie. Dus je ziet ook wel de bedrijven die al hard bezig waren met digitaliseren, met innovatie. Die varen juist wel bij zo'n crisis. Want die zijn een stapje verder bij misschien concurrenten die dat niet aan doen waren. Zie je dat ook zo? Ja, nee, dat klopt zeker. Dat klopt zeker. Maar daarom is, kijk, ik werk voornamelijk in de publieke sector. En ik vind dus de discrepantie tussen enerzijds de private sector nu, en zeker de bedrijven die jij nu net noemt, versus de gemeente, waar wij vanuit Primevest ook heel veel mee samenwerken. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zal de stad in Brabant maar even niet noemen. Maar wij zijn bezig daar met een project. En op een gegeven moment, ik krijg 2 weken lang gewoon 0 op request van een projectmanager aan die kant die aan het werk is. En op een gegeven moment belt zij mij na 2 weken. Dus ik zeg, joh, wat is er aan de hand? Ja. Ja, ze zegt, ik heb 2 weken niet kunnen werken. Ik zeg, hoezo heb jij 2 weken niet kunnen werken? Ja, ze zegt, wij moesten allemaal thuis werken. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ja, maar ze zegt bij me, ik heb geen laptop. Dus, geen laptop? Oké. Okay. Geen laptop. Ja, nee, ja. Ja, ik zie jou lachen. Maar dat was mijn eerste reactie ook. Dat ik zei, joh, Angelique, hoe kan dat nou? Ja. Heb jij geen laptop? Ja, ze zei, ik werk hier op de afdeling stadsbeheer. Wij zijn normaal redelijk fysiek bezig in de buitenruimte. Ja. En als ik op kantoor kom, dan ga ik achter een van de vrije vaste pc's ga ik zitten. Ja. En ik sluit aan het eind van de avond of eind van de middag sluit ik de deur. En ik heb geen laptop. Ja. Dus de ICT-afdelingen van gemeenten hebben overuren gedraaid. Daar waar het van toepassing was. Om dus ambtenaren te voorzien van de juiste IT en ICT-middelen. Ja. Zodat die mensen überhaupt thuis hun werk konden doen. Ja, bizar. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Dus grote verschillen. Ja. Extreem groot. Ja. Ja. Maar goed, en verder is het dus bij jou althans, nou ja, gaat het allemaal goed? Welke projecten ben je nu mee bezig? Waar kan je nu mij wat over vertellen? Ja, nou ja, wat ik al zei. En aan de ene kant zijn wij heel druk bezig nu om de grote vraag van communicatie-infrastructuurprojecten, om die te kunnen invullen. Ja. Dus wij zijn bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden, zijn we de uitrol van glasvezel in Den Haag zijn we begonnen. Dat doen we in een consortium samen met T-Mobile en met Volker Wessels. Nou, we hebben nu net voor de zomer aangekondigd dat we dat ook in Eindhoven gaan doen. Dus vanaf volgende week gaat ook weer daar de schop in de grond om de uitrol van glasvezel weer voor ruim 30.000 woningen, om dat daar te creëren. Ja. Maar zo zijn wij nu met meerdere steden in gesprek om juist in dit soort binnenstedelijke gebieden, om daar infrastructuuruitrol te doen. Ja. Dat is eigenlijk één. Dat is een beetje de ene helft van mijn werk. En aan de andere kant zijn wij voornamelijk ook bezig om eigenlijk een hele nieuwe propositie, die wij 2 jaar geleden gelanceerd hebben samen met de Bank der Nederlandse Gemeenten, is om gemeenten te helpen met hun duurzaamheidsdoelstellingen enerzijds op het gebied van openbare verlichting, dus gewoon lantaarnpalen, en ook de verslimming van die lantaarnpalen in die stad. Aha. Want er komt 5G aan, hè, 5G mobiele technologie, er komt Internet of Things aan, er moeten sensoren opgehangen worden, er komt een nieuwe omgevingswet.
Dus die gemeenten staan eigenlijk aan de vooravond om te verduurzamen en te verslimmen. En daar helpen wij ze bij, met dat model. Dat gaat hand in hand, neem ik aan, dat verslimmen en verduurzamen. Hoe zou dat eruit kunnen zien met bijvoorbeeld lantaarnpalen? Dat die bijvoorbeeld op het moment reageren die op hun omgeving? Of hoe werkt dat? Ja, nou ja, dat noem je eigenlijk dynamische verlichting. Hè? Als je nu kijkt, is gemiddeld, als je kijkt naar Nederlandse gemeenten, heeft slechts 15% van de Nederlandse gemeenten heeft echt duurzame openbare verlichting al geïmplementeerd. Dus dan heb je het over LED-verlichting. Maar ook over verlichting die bijvoorbeeld kan dimmen op die momenten dat het rustig is. Of als er onraad is of er gebeurt wat, juist heel fel gaan branden. Maar ja. Daarmee kun je een hele forse energiebesparing realiseren tussen de 50% en 60%. Wat vaak een hele nadrukkelijke kostenpost is voor een gemeente. Ja. Maar aan de andere kant helpen wij die gemeente om juist ook die hele slimme technologie, die de komende jaren uitgerold moet gaan worden in die openbare ruimte. Ja, om dat niet, en ik noem het soms wel eens een beetje Chinese of Zuid-Koreaanse toestanden, dat je allerlei vastgoedpanden in de stad gaat volhangen met allerlei lelijke toeters en bellen, maar dat je die juist combineert en integreert in infrastructuur die er eigenlijk al staat in die stad. Ja, en dat zijn lantaarnpalen. Ja, dus daar kan je heel goed die 5G-kastjes in hangen. Precies. Ja, worden ze wel iets dikker, denk ik, maar dat moet kunnen. Dus het formaat van de mast zal misschien een iets bredere diameter krijgen, maar dat valt reuze mee. Als je dat vergelijkt met, laten we zeggen, de wat meer traditionele lantaarnpalen die er nu staan. Maar je kunt heel veel technologie in, op of onder een lantaarnpaal wegwerken, zonder dat je dat ziet eigenlijk aan de buitenkant. Ja, grappig. Dus die lantaarnpalen, dat is eigenlijk een soort, dat is de weg naar de slimme stad eigenlijk, die... aan de ene kant kan je daarmee verduurzamen. En aan de andere kant zijn ze ook de antennes om die 5G-netwerken aan te leggen. Ja, wij zien dat echt als het grid eigenlijk. Hè? Dus daar waar je een energiegrid hebt of je hebt een warmtegrid, zijn die lantaarnpalen bij uitstek een grid om eigenlijk je smart city toepassingen ook in te kunnen gaan ontsluiten. Ja, en wat zouden een beetje de eerste toepassingen kunnen zijn volgens jou die we daarmee kunnen zien in steden? Dus ik woon bijvoorbeeld in Rotterdam, dus ik zie daar nog weinig slimmers aan de buitenruimte tot nu toe. Maar wat zijn een beetje de eerste dingen? Misschien zie ik het niet. Wat zijn de dingen die we kunnen verwachten? Nou kijk, ik denk Rotterdam heeft deels ook al echt die dynamische verlichting al ingericht. En die zijn op dit moment een fors programma aan het draaien om ook die hele verduurzaming en ook die verslimming van die openbare ruimte, buitenruimte, middels die lantaarnpalen, om dat ook te implementeren. Ja. Er loopt bijvoorbeeld nu ook een hele marktconsultatie voor marktpartijen om daarin te participeren. Maar dat zit dan meer nog in de denkfase. Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar een contract gesloten met de gemeente Renkum, dat ligt naast Arnhem, waarin we de hele gemeente Renkum, dat zijn dan 6 dorpskernen in totaal, inclusief Oosterbeek, al voorzien van die duurzame openbare verlichting. En waarbij we nu ook de verslimming aan het toepassen zijn. Ja. Dus wij kijken nu bijvoorbeeld om elektrisch laden, dus een laadpaal, te incorporeren in een lantaarnpaal. Want waarom ga je de stad volbouwen met additionele assets in de openbare ruimte? Ja. Terwijl je die ook perfect kan combineren. Cameratoezicht hoef je niet op een aparte mast te plaatsen. Die kun je ook combineren in een lichtmast. Maar bijvoorbeeld ook sensoren, en dat zijn we samen met Arcades nu mede aan het doen, is om te kijken hoe kun je de doorstroming ook binnen een stad, in combinatie dan met je VRI, hè, dus met je stoplichten, hoe kun je dat nou veel beter afstemmen op het verkeersaanbod dat je daadwerkelijk in zo'n stad hebt. Ja. Nou, dat zijn 3 willekeurige voorbeelden waarin je lantaarnpalen kan combineren met dit soort toepassingen. Dat zou met name in een stad als Rotterdam geen kwaad kunnen, denk ik. Want daar is het af en toe in het verkeer een soort Napels. Dat je stilstaat en er lijkt geen einde aan te komen. Maar dat zijn een beetje die Amsterdam Arena-achtige toepassingen, toch? Of niet? Daar doen ze onder andere. Control en, Ja, alleen in de arena zie je dat je het feitelijk, laten we zeggen, inpandig doet in een stadion. Ja. Om dit soort toepassingen uit te rollen. Ja. De crux en de uitdaging zit hem juist in. Hè? Want dat, feitelijk doe je dat dan op private grond. De uitdaging zit hem juist in om het juist in de openbare ruimte op deze manier te implementeren. Ja, en is dat lastig? Lastiger? Daar lopen natuurlijk veel mensen, dus heel veel verkeer. Ja, dus de exposure natuurlijk naar burgers en bedrijven die natuurlijk actief zijn in de stad is daardoor veel groter. De maatschappelijke discussie ook, hè. Willen we dit wel?
Natuurlijk de grote discussie momenteel over 5G. Het in brand steken van hele grote antennes waar dan 5G geïmplementeerd wordt. Ja, ja ik zeg er altijd maar van, weet je, ik doe even geen waardeoordeel over of het nou wel of niet schadelijk is. Ik zie alleen gewoon een technologietrend en waarbij we van 2G naar 3G, naar 4G en nu naar 5G gaan. Ja, die trend is heel moeizaam tegen te houden. Dat is gewoon nieuwe technologie. En verzet tegen nieuwe technologie is er natuurlijk altijd geweest. Ja, dat is de afgelopen 15 jaar ook geweest. Ook eng in het begin natuurlijk. Vonden we ook allemaal spannend. Ja. Maar het betekent wel, daar zitten risico's aan vast, ook als investeerder. Dus als er echt een grote maatschappelijke weerstand komt tegen, tegen dit 5G, ja, dan hebben jullie een probleem. Nou, de vraag is of we dan een probleem hebben. Hè? Kijk, die mobiele operators en de eerste veiling voor 5G is nu net afgerond, hè, voor de zomer. Daar zijn 3 frequenties zijn daar geveild. Dat zijn frequenties waar je nog niet echt laag in het straatbeeld antennes voor hoeft te plaatsen. Dat komt pas over 1,5 jaar, want dan gaat de 3.500 of de 3,5 gigahertz frequentie gaat dan geveild worden. Ja. Dus dan komt eigenlijk dit issue. Ja. Maar aan de andere kant, het is een beetje hypocriet. Want Economische Zaken, die velt dit soort frequenties. En die geeft daar als randvoorwaarde mee dat degene die meedoet in die veiling landelijk moet uitrollen. Dus het is natuurlijk heel raar dat aan de ene kant de Rijksoverheid een verplichting meegeeft aan de mobiele operators die meedoen in die veiling om landelijk uit te rollen. En vervolgens zou de gemeente zeggen van nee, je mag hem niet bij ons hier in de stad ophangen. Want wij komen anders in een hele maatschappelijke discussie met onze inwoners. Ja, dat krijg je. En nogmaals, ik zeg niet wat goed of niet goed is. Maar het is wel een hele rare discrepantie waar we nu tegenaan lopen in Nederland. Er zit weer die hele decentraliseringsdiscussie achter natuurlijk. Hè? Dat we uiteindelijk, dat merken mensen ook in de bouw. En dat lokale overheden vaak, dat daar vaak een bottleneck zit. Waar vroeger het alles maar centraal werd aangestuurd. Maar goed, dat speelt dus ook hier. Dat speelt zeker hier ook. Ja. En daarvoor is gelukkig, weet je, we hebben een telecomwet in Nederland. En er is vorig jaar ook de telecomcode ook gelanceerd. Waarbij gemeenten ook handvatten krijgen over hoe moet je hier nou mee omgaan. En hoe moet je dit implementeren. Ja. Maar wij zeggen van joh gemeente, ja, jij hoeft niet alleen maar te gedogen. Jij kunt ook een deel van je lantaarnpalen kun je wel openstellen aan die derde partijen. Want je bent ze toch al ook aan het verduurzamen en in dat kader aan het vervangen. Dan kun je ze net zo goed ook verhuren aan derde partijen. Ja, en dat kan een mobiele operator zijn. Maar dat kan ook een elektrische laadinfrastructuur. Ja, dus het is gewoon voor dezelfde gemeente eigenlijk. Ja, waarbij je eigenlijk een vergoeding krijgt. En kan meeprofiteren van de meeropbrengsten. Die uiteindelijk het oplevert op dit soort derde partijen. En het is echt niet dat elke lantaarnpaal een slimme lantaarnpaal wordt. Dat zal ergens tussen de 5 en de misschien 10% van de lantaarnpalen staan op een locatie waarbij ze mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor dit soort toepassingen. Dus we moeten het ook met z'n allen ook niet heel veel erger maken dan het is. Maar er komt wel een andere trend komt op ons af. En een stad kan zich ook profileren natuurlijk als slimme stad. Hè? Dus dat is ook een kans denk ik voor een gemeente om te laten zien van wij zijn vooruitstrevend. Ja, en sterker nog, de stad heeft er zelf natuurlijk ook een groot voordeel bij. Hè? Ja. Alleen wat je ziet is, stadsontwikkeling en stadsbeheer binnen een gemeente zijn vaak toch nog wel 2 zeer gescheiden afdelingen. Mm-hmm. Stadsontwikkeling staat hier vaak echt wel voor open. Alleen stadsbeheer is vaak wat behoudender, want die hebben 60 jaar lang lantaarnpalen neergezet. En dat waren lantaarnpalen met 1 functionaliteit, dat was licht. En nu moet er mogelijk een tweede of een derde functionaliteit bij komen. En dat is dat is spannend. Ja, even persoonlijke frustratie. Wanneer worden die stoplichten nou een keer echt allemaal slim? Dat je niet s'nachts voor een rood stoplicht staat te wachten terwijl er helemaal geen verkeer is? Ja, hoe lang het precies gaat duren. Het is een terecht punt hoor. Ik bedoel, ik heb dat soms ook op de snelweg s'nachts. Maar er staan geen stoplichten, maar er zijn weer matrixborden. Ja. Die dan een bepaalde snelheid aangeven. Ja. Nee, maar dat terzijde. Er vindt al heel veel implementatie momenteel plaats binnen Nederlandse gemeenten. Rotterdam is daar ook mee bezig. Enschede is daarmee bezig. Die hebben echt doorstroming as a service. Dienstverlening die ze nu samen met Heijmans onder andere bijvoorbeeld aan het implementeren zijn. Juist om hier een oplossing voor te bieden. En je hebt meerdere steden die natuurlijk ook bezig zijn met echt het zware verkeer.
Want het is vanuit een duurzaamheidsgedachte natuurlijk heel inefficiënt om een vrachtwagen te laten stoppen voor een stoplicht. En weer met alle energieverspilling weer te laten optrekken op dat moment dat de weg vrij is. Dus in heel veel grote steden worden al vrachtwagens geïmplementeerd met transponders. Die direct samenwerken met die stoplichten. Zodat ze eigenlijk dynamisch op het stoplicht kunnen afrijden. Niet meer hoeven af te remmen. En eigenlijk in een hele makkelijke flow zonder veel te veel remmen en optrekken kunnen doorrijden. Dus er gebeurt al wel heel veel op dat vlak. Ja, nogmaals, dit kan natuurlijk ook wel gewoon echt een toegevoegde waarde zijn voor een stad. En bij ons publiek is natuurlijk vastgoedmarkt veel mensen vanuit de vastgoedmarkt. Het kan ook wel het kan ook wel betekenen voor de waarde van vastgoed, denk ik. Als een gemeente of een stad dit erg goed voor elkaar heeft, allemaal. Nou ja, sterker nog, kijk, in het kader van de omgevingswet die hopelijk volgend jaar geïmplementeerd gaat worden. Dan komt er ook een verplichting voor gemeenten om ook fijnstof te meten. Maar ook temperatuur te meten en verkeersdrukte te gaan meten. Wat je waarschijnlijk zal gaan krijgen, is dat bepaalde locaties, waar dus het fijnstofgehalte laag is, ook veel attractiever worden voor huurders om uiteindelijk vastgoed te huren op die locaties. Ja. Dus ik denk dat de inzage in de stad, en ik had vanmorgen een call met de gemeente Rotterdam, die hebben net gisteren de druktemelder bijvoorbeeld ook gelanceerd. Oh ja. Dat is voornamelijk meer voor inwoners dan, hè, om te zien waar is het druk inderdaad in de stad. Hè, en kan ik nou wel lekker met mijn hond naar buiten gaan, of is het park helemaal vol en moet ik mijn hondkapje op tussen de mensen doorlaveren? Maar dat is daar ook zo'n toepassing voor. Wat er gaat gebeuren is dat de openbare buitenruimte steeds meer inzichtelijk gebracht gaat worden voor burgers, maar ook voor bedrijven, om te kijken wat nou aantrekkelijke of prettige plekken in de stad zijn. En ik denk dat het daar steeds meer naartoe gaat. Ja, dus eigenlijk is een slimme stad dus ook een soort digitalisering van de bebouwde omgeving. Dus je haalt data uit het gedrag van mensen, gebouwen, de lucht. Dat is wat een slimme stad eigenlijk inhoudt, als ik het zo goed samenvat. Ja, en waarbij natuurlijk privacy een hele belangrijke discussie is. Hè? Ja. Maar wat je ziet is, en die hele discussie hebben we natuurlijk nu ook gehad in de coronamelder-app. Ja. Kijk, als je dat op een anonieme basis op een goede manier kan organiseren, dan hoeft daar eigenlijk helemaal niet een bezwaar te zijn om juist dit soort data te gebruiken, om dit soort beelden van een stad te digitaliseren en inzichtelijk te maken voor mensen die daar gebruik van willen maken. Ja, maar het betekent wel dat alles veilig moet zijn. Dat de gemeente moet het goed op orde hebben. Je vertelt net het verhaal over de vrouw die geen laptop heeft. Dat lijkt niet echt een gemeente die in staat is om de data goed af te schermen van kwaadwillende hackers. Nee. En dit is natuurlijk een probleem wat natuurlijk overal speelt. Hè. Dit speelt in de publieke sector, maar ook in de private sector. In die private sector hebben we natuurlijk ook legio voorbeelden van datalekken. Stupide voorbeelden van mensen die hun laptop achter in de auto laten liggen en die wordt gejat, et cetera. Maar ja, weet je, de hele privacywetgeving is natuurlijk een hele belangrijke. En dat is waar we ons heel netjes aan moeten houden. Maar ongetwijfeld gaan daar ook een keertje foutjes in sluipen. Ja, en tot slot, wij organiseren een congres, hè, over dit mooie onderwerp voor mensen die hier meer over willen weten. Klopt. Ja, wij hebben eigenlijk de handen ineengeslagen met een zevental partijen. Die eigenlijk gezegd hebben van er wordt best wel veel georganiseerd op het gebied van Smart City. Maar we vinden dat eigenlijk qua kwaliteit en ook qua deelnemers vinden we dat eigenlijk onvoldoende. Dus wij hebben een heel nieuw initiatief gestart. Samen met Vastgoedmarkt en Vakmedianet. En ook partijen als T-Mobile. Een Cyclomedia bijvoorbeeld, hè, de partij die staat in Nederland voor de digitalisering van de buitenruimte. Maar heel veel andere partijen, om eigenlijk een congres te organiseren op 16 september. Daarvoor is het nog steeds mogelijk om je in te schrijven. We hebben twee varianten. Eén fysieke variant in de jaarbeurs zelf. Daarbij moet ik wel zeggen dat het daar niet meer voor mogelijk is om in te schrijven. Maar de online variant die staat, en dat is het integrale programma van het congres. En dat zal specifiek gaan over de hele transformatie naar die slimme stad toe. En hoe doen we dat? Hoe kijken partijen daar tegenaan? Hoe kijkt de lokale overheid daar tegenaan? En dat staat daar, een heel middagprogramma staat daar in ieder geval in de schijnwerpers.
Ja, en voor wie is dit vooral bedoeld, dit congres? Wie, Eigenlijk voor een heel breed publiek. Aan de ene kant bestuurders, ambtenaren, mensen die op beleidsfuncties zitten. Maar wel natuurlijk specifiek ook kijken met heel veel nadruk op die digitalisering van die openbare buitenruimte. Maar ook voor de private sector. Heel erg interessant. Hoe vindt die ontwikkeling plaats in die buitenruimte? Hoe gaan we diensten ontwikkelen in die openbare buitenruimte? En hoe gaan wij die lokale overheid versneld helpen om ze weer een stap verder te helpen uiteindelijk in dit soort ontwikkelingen? Ja, super. Nou, ik zou zeggen, als je dit hele gesprek hebt uitgekeken, dan vind je dit onderwerp duidelijk interessant. Dus dan zou ik zeggen, meld je ook vooral aan voor dit congres. Ik zal ervoor zorgen dat er een linkje onder deze video komt te staan waarmee je je kunt aanmelden. Heijmen, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En we spreken elkaar vast nog snel weer. Dankjewel.